Wat wij op dit moment merken in de schoonmaakbranche is dat er eigenlijk steeds moeilijker te komen is aan goed en gekwalificeerd personeel. Daarbij ook de vergrijzing is echt wel een aandachtspunt. En daarmee is de inzet van schoonmaakrobots uitermate belangrijk aan het worden. Een prachtig praktijkvoorbeeld is bijvoorbeeld een mevrouw die heeft meer dan 30 jaar schoongemaakt. En uiteindelijk zou ze nog heel graag de volgende 7 jaar ook willen volmaken. Maar doordat het fysiek zo zwaar is, zijn hulpmiddelen als een schoonmaakrobot voor haar van essentieel belang. En daarmee kan zij door die taken over te nemen door de robot, eigenlijk vrij gezond aan haar pensioen beginnen.